Zo gaan de deelnemers met nog 800 meter te gaan de rechterbocht door. Leiding in handen van Armani Hannover. Armani Hannover voor Borca Ling. Daarachter is het kolonel Nieuwpoort aan de buitenkant Cruise Control. En Bent Ricardo moet nu ook een heel klein gaatje laten vallen. Wat groter gat daarachter naar Lightning PS. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Peter Wortel gaat in de aanval. Hij gaat de aanval open op Armani Hannover met Borca Ling. Binnendoor schuift op kolonel Nieuwpoort. En buitenom gaat nu naar voren Cruise Control. Voorste vier paarden heel dicht bij elkaar. En daarachter een tijdje niets naar Bent Ricardo. En zo gaan ze de laatste bocht in. Het zijn eigenlijk allemaal outsiders die vooraan lopen. En naar het derde spoor gaat nu Cruise Control. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding is in handen van Armani Hannover. En inmiddels is Armani Hannover halverwege de laatste bocht. De tweede plek aan de binnenkant gaat nu door naar voren kolonel Nieuwpoort. En aan het buitenste spoor wordt gebruikt door Cruise Control om naar voren te gaan. Daartussendoor valt Borca Ling iets terug. En nu komt ook Bent Ricardo op toeren. Bent Ricardo, een van de favorieten, komt helemaal in het buitenste spoor. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Armani Hannover leidt daar. Armani Hannover aan de buitenkant Cruise Control. Helemaal aan de buitenzijde komt Bent Ricardo. En daartussendoor Borca Ling. Vijf paarden op één lijn. Daar komt aan de buitenzijde Bent Ricardo. Hij kon niet volgen, maar hij wint het wel. Bent Ricardo, Cruise Control tweede. En derde waarschijnlijk nog net Borca Ling. Bent Ricardo en Ruud Pools, de winnaars, dames en heren. Naast me staat de winnende piqueur. Ruud, gefeliciteerd. Ik heb het gezien, Bent Ricardo, je kan de eigenaar vertellen. Dat is er een van de 4,5 kilometer straks. Ja, hij is nog een beetje dommer, want ik kom de laatste ronde in de overkant bij Mol. En hij stopte er zo mee. Ja, toen kon ik hem weer een beetje aan de praat krijgen. We gingen de laatste hoek in en toen pakte hij het weer op. En zijn laatste in was het super natuurlijk. Kortom, het paard moet nog veel leren. Het paard moet nog een hoop leren, ja. Hartstikke mooi, Ruud. Succes daarmee. We gaan Ruud Pools herenigen, dames en heren, met Bent Ricardo. En we kunnen in handen, dames en heren, voor onze eerste winnaars van vandaag. De winnaars van de Welkom Derk Buitenzorgprijs. En dat zijn geworden Bent Ricardo en Ruud Pools. Ze zijn mede af. Daar komt hij aan, dames en heren. Geef een applaus. Ruud Pools, Bent Ricardo. Classic Groenhof. Langeweg junior houdt hem goed bij zich. Hij wil het allemaal bewaren voor het laatste stukje. Tweede plek aan de buitenkant is voor Urbi Poivon. En daarachter aan de relingzijde loopt geen meter te veel bestseller. Daarachter volgt Change Me Never, die vandaag voor het eerst loopt met Peter Stroper. En daarachter in het tweede spoor Mr. Goldfinger. Aan de binnenkant Ombre Rosse Rex. En daarachter Abe Migliore. Tempo gaat nu langzamerhand ietsje omhoog. De laatste bocht komt in zicht en het is Classic Groenhof die nog altijd leidt. Classic Groenhof aan de buitenkant Urbi Poivon, daarachter bestseller. Daarachter volgt in het tweede spoor Change Me Never met Ombre, Rosse, Rex en Mr. Goldfinger. En Abe Migliore moet een paar lengte laten vallen. Die moet lossen. Zo gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels is de koploper. Nummer 5, onregelmatig. Is de koploper het punt halverwege de laatste bocht voorbij. Abe Migliore is uitgeschakeld. Er blijven nu dus nog maar 6 paarden over en ze komen de laatste rechte lijn in. Maar ze hebben alle 6 nog kansen. Want Classic Groenhof moet nu gaan versnellen. Anders wordt hij geklopt. Classic Groenhof. Aan de buitenzijde komen ze ietsje dichterbij. Helemaal aan de buitenzijde komt naar voren. Dat is Mr. Goldfinger. Maar Classic Groenhof leidt nog altijd. Classic Groenhof. Hugo Langeweg junior. Bestseller aan de binnenkant op de tweede plaats. Mr. Goldfinger springt zodat als derde over de streep gaat. Urbi Poivon. Ja, ik zag het echtpaar Zuidervliet al aanwezig zijn. Had je ze verteld? Kom maar, het zit goed. Nou, het paardje had een keer goed gelopen. In de laatste keer werd ze ook wel door een goed paard geklopt, maar dat had ze een keelontsteking. En ze werkt goed thuis en het is wel een paard voor de klassieke merriekoersen. Al deze mensen, die zijn donateur van Derk Buitenzorg. Ik denk een mooie zaak voor de sport, of niet? Dat denk ik absoluut. En ik heb laatst een filmpje op YouTube gezien en dat zag er veelbelovend uit. Het ziet er veelbelovend uit, mensen, dus dat hebben jullie dan even gehoord. Maar nu eerst alle aandacht voor een hele mooie winnares van de donateurs van Derk Buitenzorgprijs. Classic Groenhof, Hugo Langeweg junior. En dan komt hij aan, dames en heren, geeft u een applaus. Hugo Langeweg junior met de winnaar Classic Groenhof. Paarden gaan de rechterbocht door. Bonaparte aan de leiding voor Crispy Silt en Best of Love. Daarachter Arriba Avon. Vijfde plek aan de buitenkant daarnaast voor Ruud Polsen. Die rijdt Blushing Renka. Daarachter aan de relingzijde Afrodite Boas gaat daarachter naar het derde spoor. Komt de aanval aan van Boas, de medefavoriet. Die gaat nu door het derde spoor naar voren. Eens kijken of hij de leider ook kan bereiken. Want die leider die zit hem al op te wachten. Die heeft nog genoeg achter de hand, Stefan Schoonhoven. En voorlopig heeft hij nog altijd een lengte voorsprong. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Bonaparte leidt. Best of Love gaat naar de tweede plaats. En derde is nu in het derde spoor Boas. Wordt opgevangen door Blushing Renka. Aan de relingzijde zakt Crispy Silt wat terug. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding is in handen van Bonaparte. Tussentijd nu was 1.16.8. En Bonaparte is inmiddels halverwege de laatste bocht. Bonaparte, Best of Love op de tweede plaats. Galoppade van Boas.
Boas springt weg en daardoor gaat naar de derde plaats aan de buitenkant Blushing Renka. Deelnemers komen de laatste rechte lijn in en krijgt Bonaparte dan nog een beetje partij of lijkt het er helemaal niet op? Het lijkt er helemaal niet op en versnelt nog een keer. En Bonaparte is veel en veel te sterk voor deze paarden. Bonaparte heeft 2-3 lengte voorsprong. Binnenkort gaat hij in Berlijn lopen. Grote koers en dit is een mooie opwarmer. Bonaparte wint hem makkelijk. Best of love voor tweede. En de derde plaats daarachter is voor Afrodite. Vierde plaats Crispy Silt voor uw kwartet. Steven Schoonhoven geeft nog even tekst en uitleg aan de fokker en eigenaar, de heer Van der Wal. En krijgt de bloemen van Wilma van der Zwaan namens Victoria Park. Ja, Stefan, spreek me tegen als ik voorbarig ben in mijn conclusies, maar ik vind dit iets unieks. Het is een heel goed paard, absoluut. Dat heeft hij natuurlijk, hij heeft nu 3 starts gemaakt en 3 keer imponerend gewonnen. Ik weet nog niet waar zijn grens liggen, maar ik denk dat hij nog wel een beetje beter kan worden. Wat je in ieder geval vandaag geleerd hebt, is dat hij ook nog kan vertrekken. Ja, nou eigenlijk van eerste instantie zou ik hem eigenlijk uit het veld van aanrijden. Maar op het moment dat hij de auto zag, werd hij zo fanatiek dat ik denk ik rij maar een beetje voor het bit uit. En dat pakte goed uit, je kwam geen moment meer in gevaar? Nee, naar de hand niet. Heel mooi. Steven Schoonhoven, dames en heren, een duidelijke verklaring. We gaan nu eerst in de handen, dames en heren, voor hele mooie winnaars en wat een imponerende ruin. Deze zoon van Biesolo, Bonaparte en Steven Schoonhoven. I got a feeling. En dan gaat hij, dames en heren, even een applaus. De man die bijna al zijn koersen wint momenteel. Steven Schoonhoven, Bonaparte.